De bibliotheek voelt momenteel nogal leeg aan. Ik mis het heen en weer geloop, de bibliotheek als zoete inval. Ik mis ook jullie vragen aan de balie en ik mis zelfs jullie boze en beschuldigende blikken naar mij toe wanneer er weer een beetje te veel lawaai gemaakt wordt. Ik kom van ietsje met de dure neus van. Ik heb last van 3 verslavingen. Ik heb een beetje last van een koopverslaving. En koop en ook consumptie, maar niet het kopen van willekeurige goederen. Ik koop en lees heel, heel, heel graag boeken. En u zult wel denken, iemand die zoveel boeken leest, en meer in het bijzonder over geluk of happiness, die kan niet anders dan gelukkig zijn. Maar dat valt misschien nog wel tegen. Ik denk dat iedereen, goed ruim half jaar, de laatste 9 maanden, toch wel wat moeilijke momenten gekend heeft. Als dat zo is bij u, wees gerust, u bent niet alleen. Absoluut niet. Want het is niet alleen blokken wat de klok slaat. Ik hoop dat er ook wat tijd is om te genieten van de dingen die op vandaag wel nog mogelijk zijn. We moeten ons niet altijd focussen op wat niet meer kan, maar proberen om toch die dingen op te zoeken die wel nog kunnen. Hou ook contact met elkaar. Er zijn genoeg WhatsApp-groepen of andere apps waarmee jullie in contact kunnen treden met elkaar. Ik zou zeggen, doe dat dan ook. En neem misschien ook eens contact op met iemand die niet in jouw WhatsApp-groep zit. Stuur eens een berichtje om te vragen hoe het gaat. Ik denk dat vele medestudenten dat zeker zullen appreciëren. Het kerstfeest is er nog altijd. Oudjaarsavond is er nog altijd. Misschien anders. Maar geniet van die momenten, net zoals dat u anders zou genoten hebben. Fleur de zaak een beetje op, bijvoorbeeld. Haal wat planten in huis, of laat ze brengen. Of zoek een ruggensteun van bijvoorbeeld een gewillige poes. Doe uw best, hè. Stel mij niet teleur. En zorg dat je een goed examen maakt. Veel succes. I'm back.